Goedemorgen. U denkt misschien, Paul die zit alweer aan een lekker wijntje. Nou, nee, daar is het nog te vroeg voor. Maar ik moet zeggen, dat zou je natuurlijk op een gegeven moment wel kunnen gaan doen. Want ik zit hier op de houtkrocht nummer 15. En ik zit niet in een huis, want ik zit natuurlijk in een tuin. Nee, ik zit in een tuin van een parterre appartement. En dat maakt het natuurlijk toch wel heel bijzonder. Gelijkvloers wonen, maar toch met een voor- en een achtertuin. En een ruime achtertuin. En ja, de zon die draait zo om. Dus ik denk, nou, met een uurtje, anderhalf uur, zit ik hier heerlijk in het zonnetje. Ja, en dat is eigenlijk tot aan het einde van de dag. En de avond, denk ik zelfs. Dus ja, dan zou ik inderdaad heerlijk dat wijntje erbij kunnen pakken. Nou, wat ik al zei, het is een ja, echt een fantastisch leuk en mooi parterre appartement. Alles modern afgewerkt. Nieuwe kozijnen, er zit een moderne badkamer in, lekkere goede woonkamer, twee goede slaapkamers. Nou, nogmaals, echt een ruime achtertuin. Nou, vaak tuinen van één gezinswoning, die zijn vaak zelfs misschien wel wat kleiner. Goede ruime berging erbij en hij heeft een leuk afdakje gemaakt waar je toch ook nog wat spulletjes kwijt kan. Het ligt aan de rand van Noordwijk, aan de doorgaande weg richting Noordwijk aan Zee. Je zit zo bij de uitvalswegen. Stel nou, u zegt ik woon nu in een eengezinswoning, ik wil toch eigenlijk gelijkvloers wonen. Of je gaat starten en je zegt nou ja, ik wil toch dat tuintje hebben. Ja, dan is dit echt een fantastisch appartement. Het komt niet zo vaak voor, dus ja, het is toch eigenlijk een beetje die speld in die hooiberg die men vaak zoekt. Dus wees er snel bij, reageer snel en bel me of stuur me een mail en dan ga ik graag even met u kijken. Tot ziens!